Dames en heren, wij vieren vandaag het 60-jarig bestaan van de partij. En dan ben je geneigd om een terugblik te werpen. Maar als ik refereer, als ik verwijs naar de felicitatieboodschappen van de politieke leiders hier aanwezig, dan moet ik zeggen dat het niet meer nodig is dat ik nog een terugblik werp. Op treffende wijze zijn de verdiensten en uitdagingen van de VHP hier aan de orde gebracht. Misschien is het goed om nog wat kanttekeningen eraan toe te voegen. De VHP heeft gestreden voor beginselen. De VHP heeft gestreden voor idealen. Idealen, strevingen die gegrondvest zijn in de aspiraties van het volk van Suriname. De VHP heeft gestreden voor waarden die voor elke mens van groot belang zijn. De VHP heeft gestreden voor een stukje geestelijke ontwikkeling, een eigen identiteit als mens, een eigen identiteit als volk, een eigen identiteit als cultuurdrager, een eigen identiteit als natie. Wij zien terug dat er geen ontwikkeling in Suriname kan worden aangeduid waar de VHP niet enige betrokkenheid zou hebben gehad. Vanaf dat in de geschiedenis van Suriname de eerste verkiezingen werden gehouden op basis van het algemeen kiesrecht in mei 1949, heeft de VHP steeds geparticipeerd in het parlement van de Republiek Suriname. Dan Staten van Suriname geheten, dan het parlement van de Republiek geheten, dan de Nationale Assemblée geheten. Vanaf het algemeen kiesrecht, vanaf het moment dat het volk van Suriname het recht heeft gehad om mee te dingen en bij te dragen aan de bestuurlijke ontwikkeling van dit land. Vanaf dat heeft de VHP altijd een plaats verworven in het parlement. En daarmee en daaruit een bijdrage weten te leveren aan elke vorm van ontwikkeling in ons land. Een ontwikkeling gaat altijd gepaard met uitdagingen. In principe is een ontwikkeling een reactie en respons op uitdagingen. Als er geen uitdagingen zijn, weet ik niet of er ook nog ontwikkeling kan. Waarvoor, wat en hoe. De VHP heeft het genoegen een prettige samenwerking te hebben in de huidige regeercoalitie. En ik mag hierbij verklaren dat er zaken zijn die misschien niet helemaal duidelijk zijn voor het algemeen publiek gezicht en gehoor. Maar dat er toch wel zaken zijn geweest en nog bestaan waaromtrent er binnen de regeercoalitie waar wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen ook verschillen bestaan en soms serieuze verschillen. En ik wens bij deze gelegenheid te verklaren dat hoe groot ook de verschillen zijn geweest, hoe groot ogenschijnlijk soms de afstanden zijn geweest en de uitdagingen zijn geweest, dat onder leiderschap van de heer Venetiaan tot nu toe alle de problemen tot juiste proporties zijn teruggebracht, consensus is gevonden, eenheid is bewaard in de samenleving en de ontwikkeling van ons land is voortgezet.